11 afgestudeerden van de Heavy Equipment School hebben gisteren hun certificaat in ontvangst genomen. De groep heeft de afgelopen periode haar vaardigheden op het gebied van zwaar materieel aangescherpt op de opleiding die verzorgd is door de Caribbean Heavy Equipment Educational Center, CHEEC. De afgestudeerden kunnen na deze opleiding een hydraulic excavator op een uitstekende manier bedienen. Onder de groep van 11 bevindt zich ook één vrouwspersoon. Raymond Taujuram, directeur van CHEEC, is blij met de groep afgestudeerden. Hij legt uit waarom zijn organisatie heeft gekozen voor een certificatenopleiding. Het verschil is dus dat bij een diplomaopleiding men stage gaat lopen in bedrijven en daarna een verslag maken. Maar in dit traject maken ze de uren op onze eigen machine. Dat komt omdat het vrij moeilijk is om stageplaatsen te vinden voor de mensen. Ze hebben niet graag leerlingen op hun machines. Ik hoop dus dat dat verandert, want dat was wel het geval in het begin. Omdat we op die manier onze kader kunnen ontwikkelen, zonder dan echt expertise te gaan importeren. We kunnen dan daarmee ook een heleboel besparen. Eigenlijk is het dus gelijk ook een oproep aan de bedrijven om toch dat stukje investering te helpen doen om de aspiranten, operators en technicians op zwaar materieel gebied toch de gelegenheid te geven om zich te gaan ontplooien. Wij noemen onszelf expert nu, maar dat komt niet zomaar. We hebben ook een groeitraject moeten doorlopen van leerling tot expert nu. Anderen hebben in ons geïnvesteerd en daarvan profiteren wij nu als zijn deskundigen. German Smelhoven, een van de afgestudeerden, is zeer lovend over de opleiding. Hij is blij met zijn certificaat. Ik ben nu zeker van mezelf. Ik heb een certificaat en ik ga nu verder stappen in de maatschappij. En die training van CHEEC zelf vond ik gewoon geweldig. Het was echt ervaringrijk. En voor de rest heb ik het succesvol afgerond en bij deze feliciteer ik mijn collega's ook, want het was echt leerrijk. En ik moedig andere mensen ook aan om deze training ook te gaan volgen. Tot zover German Smelhoven, afgestudeerde van de Heavy Equipment School. Hij is heel blij met zijn certificaat, die gisteren is uitgereikt in het Queens Hotel.